Van de kippenstallen van de familie De Heer in Rukve is niks meer over. De vlammen hebben hun alles verwoestende werk gedaan. De brand brak vannacht even na 3 uur uit en in korte tijd sloegen de vlammen uit het dak. De 24.000 kippen hadden geen schijn van kans. Nee, als je kijkt naar het object waar zeg maar, de kippen de eieren leggen, dat is totaal verloren gegaan. Maar het woonhuis hebben we gelukkig nog kunnen besparen. De rook was in de verre omtrek te zien. Bij de brand is asbest vrijgekomen van het golfplaten dak. Maar die asbest is vlakbij het bedrijf neergekomen. De volksgezondheid is niet in gevaar geweest. Camping De Posthoorn, even verderop, hoefde niet te worden ontruimd. De kippenboer zag in een paar uur tijd zijn levenswerk in vlammen opgaan. De boerderij was van generatie op generatie gegaan. De familie was te emotioneel om ons te woord te staan. Het ene moment heb je nog een bedrijf en het andere moment heb je niets meer. En gelukkig zijn ze zelf ongedeerd, familie is ongedeerd. Maar het heeft enorm veel impact en daar leven we heel erg mee.